Het fietsnetwerk wordt dit jaar sterk verbeterd. En dat betekent het oplossen van knelpunten, integreren van vele nieuwe fietspaden, mooie routes rondom onze steden en het maken van diverse nieuwe routes om fietsers langs de mooiste plekken te leiden. Dat bestaande netwerk van fietspaden in en rond Almelo, dat gaat veranderen. Waarom eigenlijk? Ja, dat klopt. Het is niet alleen de fietspaden die gaan veranderen, maar ook de wandelroutes. Het gaan langs toeristische punten zoals in ieder geval het centrum, de Gravenallee, het Huis Almelo, de verschillende mooie stukken langs de beken en wateren. Bornebroek is ook een heel mooi stuk geworden. Hè. Dus dat is een fantastisch mooie route zijn daar gemaakt. Ook Wieren, die net aan de zijkant van Almelo ligt, zijn allemaal nieuwe fietspaden. Die verbinden wij beter met Almelo. Ja, en zo heb je eigenlijk een hele aaneenschakeling van allemaal mooie punten. Het bedenken van de routes ligt voornamelijk bij mijzelf. Alleen ik gebruik natuurlijk heel veel kennis van vrijwilligers, van gemeenteambtenaren, van toeristinfo's en heel erg veel research. Dus echt kijken waar zijn nou nieuwe paden aangelegd, waar zijn echt mogelijkheden. En ja, ik stap ook op de fiets. Nou, worden al die fietspaden vernieuwd, kunnen ze hun oude kaarten nog gebruiken? De oude kaarten zijn niet meer te gebruiken. We geven tijdelijke kaartjes uit. Die zijn te verkrijgen bij de toeristinfo en bij verschillende ondernemers. En ze zijn in te zien via routenetwerkentwente.nl. Vanaf begin volgend jaar, en eigenlijk willen we eind dit jaar al zorgen dat die er ligt. Maar begin volgend jaar, als het nieuwe seizoen begint, zijn er nieuwe kaarten er ook. Er staat heel Twente op de nieuwe kaart. Ja. Het nieuwe fietsnetwerk is eind dit jaar klaar. De panelen die worden nog geplaatst, ik denk zo rond januari. En voor het nieuwe seizoen, dat zetten we altijd op half maart, dan moet alles gewoon weer helemaal gereed zijn en helemaal klaar. Almelo is één van de laatsten. Daarna gaan we over naar Dinkeland en Tubbergen. En dan is het heel Twente is gedaan met het fietsnetwerk.